Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag 21 februari en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is eind van de ochtend en ik ben al aan het editen gegaan. Lef heeft al zijn ochtendslaapje gedaan, die heeft net een appelhapje op zoals jullie konden zien. Dat was de eerste keer dat hij appel op had en hij vond het lekker. Hij is niet zo van de groenten, merk ik. Hij wil dan twee hapjes en dan wil hij niet meer. Dus ik weet ook gewoon niet hoe ik het erin ga krijgen dat hij dat lekker gaat vinden. Heeft iemand misschien een tip? Want hij heeft nu eigenlijk al een voorkeur naar zoet. Terwijl ik eigenlijk direct ben begonnen met groenten. Omdat ik juist bang was dat hij anders geen groenten wilde. Maar hij vindt het allemaal niet zo lekker. Wortel en pompoen wel. Maar broccoli en courgette, gewoon groene groentes, daar houdt hij gewoon nog niet zo van. Ja, weet je, als jullie tips hebben, ik weet het ook allemaal niet. Laat het maar weten in de comments. Misschien kun je de andere mensen ook mee helpen. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je zin hebt om verder te kijken. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Lef die ligt daar lekker op het kleed. We gaan hem even wegen, want dat is al een tijdje geleden. Hij is nu 5 maanden en een week, toch, Tigo? Klopt. 5 maanden en een week. En we hebben een weddenschap. Degene die er het dichtstbijzijnd zit, hoeft niet te koken vanavond. Dus de ander gaat koken. Hoeveel denk jij dat Loey Lef weegt? Even denken. In pond of kilo? Ja, in gram. 6080. Dus 60-80. Ik... Oeh, ik vind die lastig hoor. 59-60. Oké, dan gaan we. Ik ben heel benieuwd. 60-80. Als ik het zo voel. Ik heb echt geen idee. Nou, ik ga deze jonge man even uitkleden. Dit douchepakje kan ook wel in de was, want die is helemaal nat. Die is nat, zo kan niet. Ja, omdat hij kwelt. Ook aan de onderkant. Hij straks gelijk even schone kleertjes aan krijgen, Lef. Hij wil een velletje aan zijn lippie. Voel het. Jij wordt zo'n grote jongen, hè? Nou, jij hebt gewonnen. Hoezo heb ik gewonnen? Of we moeten heel even opnieuw doen. Heel even opnieuw. Hij geeft nu aan 5,5 kilo. Nou ja, het zou kunnen hoor. Iets zwaarder, maar dan heb je nog steeds gewonnen. Hoeveel? 5,65. Ja, hoe kan het dan dat het net minder was? 605. Wacht. 46. Maar hoe kan het nou dat. Wat was er net dan aan de hand? Want hoe kan het net minder zijn? Ja, ik weet niet. Dat moeten we wel weten, want zo weten we niet wat nou de juiste is. Dadelijk is dit niet de juiste, omdat je nu de doek mee weegt. Nou ja, je hebt in ieder geval gewonnen. Ik heb gewonnen, ik hoef niet te koken. Tot rust, klein. Avond en we hadden een weddenschap gedaan wie er vanavond ging koken. Tigo moest koken en nu zitten we aan de sushi. Wat is dit nou? Ja, dat is jouw schuld. Zoveel weinig zin heb jij in koken vanavond. We hebben allebei een sushi box. Dit is California, dit is met garnaal volgens mij en dit is met zalm denk ik. Maki's en nog dit. Dit is echt overdreven duur. Ik dacht dus we krijgen er wel 6, want dit was 7 euro nog wat. Dan krijgen we 4 van die dingetjes voor 7 nog wat. Dat slaat nergens op. Dan voel je een beetje genaaid. Ja, dan voel je genaaid. En we hebben hier ook nog sojabonen. Nou, dit zit er wel voor. En dit was maar? 4 nog wat. Ja. Maar, ik zat geld. Alles kost geld. Maar... Ja. Jee, eet smakelijk. Goedemorgen jongens. Het is vandaag dinsdag. Het is hartstikke vroeg. Lef die was al om 7:15 wakker. Want Tigo die moest vandaag vroeger beginnen dan gewoon. Dus zijn wekker ging volgens mij 7:15. En ik denk dat Lef daar ook van wakker is geworden. Want even daarna werd hij ineens wakker. Terwijl hij normaal een beetje rond 7:45 wakker wordt. 7:45. Nou, gelukkig werd ik deze ochtend wat minder gebroken wakker dan gewoonlijk. Op een of andere manier. Dus dat scheelt. Anders kon ik mezelf er niet uit slepen. Het duurde wel even hoor. Na een kwartier kwam ik pas mijn bed uit met Lef. Want ik kan dat gewoon niet gelijk mijn bed uit. Lef die zit nou in de kinderstoel daar. Zijn flesje te drinken, want ik was even bezig op Insta. Als je hem daar nog niet volgt, ik heet daar Things You Do Loves.
Ik wou zeggen, ik heet haar Instagram, maar nee, ik heet haar Team Zule. Maar ik doe dus wel eens op Insta, op mijn Insta Stories, zo'n vragenrondje. En jullie weten wel dat ik het best wel vaak al heb gehad over het feit dat Lef de eerste maanden heel slecht sliep overdag. Misschien een uur, soms wel wat langer als hij een vaccinatie had gehad. Maar ja, dat telt niet mee, toen sliep hij de hele dag. Of hazenslaapjes, omdat wij niet goed wisten wat we deden. Ik zal het eventjes kort uitleggen. Toen Lef was geboren hadden we een kraamzorg, twee trouwens. En een van de kraamzorg had gezegd, je moet Lef binnen 45 minuten wakker in bed leggen. En ze had ook gezegd, na 45 minuten wordt hij even wakker. Dan moet je hem ook 7 minuten laten, kan hij even huilen. Als hij langer dan 7 minuten huilt, mag hij eruit. Binnen de 7 minuten moet je hem laten, want dat is dus een slaapcyclus. Maar ze had eigenlijk nooit gezegd dat die 45 minuten maar voor 2 weken was. En dat dat dus een wakkertijd was. Dus letterlijk, tot wel 3,5 maand oud, zeg maar Lef, was 3,5 maand... waren we nog steeds gefocust op die 45 minuten. Omdat het ons zo in ons kopje is gebracht. Wij wisten niet dat dat wakkertijden waren. En dat die dus zouden veranderen. Waar wij de mis mee in zijn gegaan is dat continu, ook toen die 2 maanden was, 3 maanden, dat we hem na 45 minuten in zijn bed legden. Terwijl dat natuurlijk totaal niet meer nodig was. Want de wakkertijden veranderen naarmate je kind ouder wordt. Maar dat is ons niet verteld. Dat is de reden dat het bij ons ruk ging, want Lef werd gewoon te vroeg in zijn bed gelegd. Logisch, als ik er nu zo over nadenk. Dus ik zat echt in de stress. Ik voelde me geen goede moeder. Ik voelde me rot. En ik dacht, hier moet wat aan veranderd worden. Lef slaapt 's nachts perfect. Dus hij kan gewoon goed slapen. Er moet een andere oorzaak zijn. Dus ik heb zo vaak, toen was ik op vakantie trouwens in Tenerife. Als ik die vlogs heb gekeken, daar kwam ik er dus achter. Toen kwam ik achter de wakkertijden van baby's. En zag ik dus een schema staan met weken, maanden. Zal ik hier in beeld zetten. Toen wij thuis kwamen in Nederland, zei ik tegen Tigo, we gaan dit doen. Tigo die had echt zoiets van, joh, dat gaat toch niet werken. Dat is allemaal gelul. Lef die is gewoon geen goede slaper, weet ik het wat. Ik zeg, joh, ik ben een moeder, het voelt gewoon kut. We moeten hier gewoon wat aan doen. Dus vanaf het moment dat hij dan wakker wordt, wakker werd, hielden wij de wakkertijd aan voor zijn leeftijd. Op het moment dat we erachter kwamen, was die wakkertijd dus 1,5 uur. Na 1,5 uur, of we nou aan hem zagen dat hij moe was of niet, zien wij Lef dus nooit op de een of andere manier. Legt Lef dus wakker in bed. En we lieten hem gewoon lekker jengen. Ik pak Lef er even bij, want die moet een boertje laten. Want daar kwam het dus ook achter dat het dus geheel normaal is dat baby zichzelf in slaap jengelen. Kijk, ik ben geen voorstander van je baby laten liggen als die huilt. Dat is niet goed. Dan is er wat mis. Kijk, dat moet je zelf weten, maar ik doe dat niet. Maar jengelen kan soms ook heel heftig zijn, maar is niet erg. Dat doet hij oprecht, denk ik, om zijn prikkels te verwerken, et cetera. Want als ik hem dus nu in bed leg, wakker moe, is hij eerst een heel verhaal aan het vertellen. En op een gegeven moment gaat hij echt heel hard jengelen. Dat je denkt, gaat hij slapen, jongens? Maar dan valt hij ineens in slaap op de een of andere manier. Nou, wat ik jullie dus kan aanraden, heb geduld. En ja, hou je aan de wakkertijden. Want het kan ook zomaar zijn dat het uiteraard niet werkt voor jou en je kindje. Dat er misschien een andere reden is dat hij niet slaapt of zij. Maar bij ons heeft het wel gewerkt. En ja, weet je, het had ook niet kunnen werken, maar het werkt. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan deel ik dat graag met jullie. Omdat opeens had ik zoveel moeders die er graag over wilden weten. Dus ik dacht, ik deel dit ook gewoon lekker in mijn vlog. Als je moeder bent of moeder wordt, is het super handig om hier mee bezig te houden. Ik vind het oprecht confronterend om foto's te kijken van Lef. Omdat ik gewoon nu zie hoe oververmoeid hij was. En hij zag er echt wel slecht uit op bepaalde foto's. Omdat hij gewoon kapot moe was. En als wij weinig slapen, zien we er ook minder goed uit. Dus ik vind dat best wel heftig om te zien. Maar goed, op dat moment zie je dat sowieso niet. En ik heb altijd super veel van hem gehouden natuurlijk. Ik heb hem altijd de knapste baby gevonden. Maar als ik nu foto's terugkijk, denk ik, wow, je bent wel echt heel erg veranderd. En je ziet er nu wel gezonder uit. Maar goed, hij was alsnog een schatje hoor. Maar alsnog, je ziet wel echt dat hij veranderd is. Maar ja, dat wilde ik dus even met jullie delen. Omdat ik er zoveel vragen naar krijg. Nu is het ochtend. Lef was nu 7:15 wakker. Dat is dus een stuk vroeger dan gewoonlijk. En nu is hij waarschijnlijk na 1,5 uur al echt wel weer moe. In plaats van 2 uur. In de ochtend zijn baby's volgens mij sowieso sneller moe. Omdat ze nog best wel moe zijn van de nacht. Je moet sowieso op je moederinstinct uiteraard afgaan. Elk kind is uiteraard anders. Maar ik kan jullie alleen maar tips geven. En je moet er gewoon mee doen wat je zelf wilt.
En ik leer Les gewoon steeds beter kennen. Dus ik weet gewoon goed zijn behoeftes nu. Trouwens, dat was ook een ding. Ik krijg best wel vaak de vraag op Insta als ik dus een vraag rondje doe. Hoe lang is die? Hoeveel weegt die? Welke kledingmaat heeft hij? Dus ik had nu gedeeld. Hij draagt maat 56, 62. Dat draagt hij nu ook. Maar wat hij nu aan heeft is maat 50. En dan krijg je natuurlijk opmerkingen. Dat is toch veel te klein, want dit dat. Maar het wil niet zeggen dat als je kind 60 centimeter bij wijze van spreken is, dat hij geen maat 50 meer aan kan. Want het is per kledingmerk verschillend. Het heeft ook heel erg te maken met de bouw van je kind. Want Lef die is geboren met 47 centimeter, maar verzoop in maat 44. En hij heeft 10 weken lang 44 aan gehad. Omdat hij super smal is. En wat hij nu aan heeft is dus maat 50 en het is helemaal niet te kort of zo. En het zit gewoon perfect. Het zit niet te strak, het zit niet te los. Het zit nu gewoon perfect. Kijk. Dit heeft hij nu aan. Dit is dus van Noppies. Het lijkt of het shirtje te kort is, maar dat komt ook aan zijn armen trek. Het shirtje zit gewoon prima. Maar Lef heeft ook hele korte benen. Dus broekjes 50 zitten sowieso nog goed. Maar ik ga hem echt geen dingen aandoen waarin hij wordt gekneld. Maar dit zit gewoon lekker. Het heeft stretch en het zit gewoon mooi aangesloten. Het is niet te kort. Dus ja, weet je, af en toe draagt hij gewoon nog maat 50 en daar is niks mis mee. Het is echt per kind verschillend. Nou, Lef die is alweer wakker. Die was echt na nog geen uurtje slapen alweer wakker. Maar bij Lef is het altijd zo, als hij dan wakker is, dan wil hij eigenlijk gelijk eten op de een of andere manier. Ook al is het bijvoorbeeld pas 2 uur geleden. Dus ik zet hem dan meestal wel even voor de tv. Dit is Hey Beer Sensory of zo. Dat vindt hij super leuk en dan is hij gelijk rustig. En in de tussentijd ga ik even een bananenhapje voor hem prakken. Want ja, ik dacht misschien vindt hij dat wel lekker. Een paar hapjes banaan, dus dat heeft hij nog nooit eerder op. Hij ligt hier nu dus lekker op het kleed en de tv staat dus aan. Ligt hier met zijn speeltjes. Hey schatje, dat vind je altijd gezellig hè? Kijk, hij vindt het helemaal leuk dit. Ik zet hem natuurlijk geen uren voor de tv, maar even is niet erg hoor. Dus ja, dan is hij toch even rustig. Kijk, ik heb hier dus een banaan. Ik was al bezig met prakken, want ik las dus op internet dat je het gewoon kunt prakken, de banaan. Ik ga het gewoon helemaal fijn prakken. En dan ga ik straks een paar hapjes aan hem geven. En de rest eet ik dan lekker zelf op. Gaan wij lekker fruit eten? Gaan wij lekker fruit eten? Gaan wij lekker fruit eten? Gaan wij lekker een banaantje proeven, meneer? Dat is lekker, hè? Gaan we dat even proeven? Ik denk jij daar wel zin in hebt. Even je schortje om. Ah! Zo. Daar gaan we, Lef. Hij probeert helemaal rechtop te zitten, jongens. Zien jullie dat? Lefie. Kijk eens wat wij hier hebben voor lekkers. Oh. Wat is dat? Is het lekker? Je kan al wel goed eten, hè? Wat is dat? Ik vraag me af of het wel goed geprakt is. Een paar slokjes water. Vind je dat niet lekker, die banaan? Ik denk, dat vindt hij wel lekker, een banaan. Maar, Lef? Hou jij niet van banaan? Is toch lekker, joh? Nou, ik vind het helemaal niks. Lekker banaan. Oh jee, niet stikken. Ik denk dus dat ik die banaan niet meer ga prakken. Maar dat ik het echt ga blenden voortaan. Want je zag dat hij kokhalste bekant. Terwijl op internet staat overal, je kan het gewoon prakken. En het is ook echt wel heel geprakt. Maar ja, het is natuurlijk niet zo vloeibaar als wat ik normaal heb. Dit is trouwens gewoon een beetje water. Zal ik jouw flesje dan maar even maken? Hè? Zal ik jouw flesje melk zo even maken? Oké jongens, het is einde van de dag. Lef die heeft mega lang geslapen. Van 11:45 tot en met 4:15. Maar vanochtend had hij maar 45 minuten geslapen. Dus daardoor heeft hij nu vanmiddag heel lang geslapen.
Alleen dan zit ik direct een beetje soort in de knel met de avond. Want hij slaapt meestal ook aan het einde van de dag nog even een uurtje. Maar ik wil hem dus echt proberen om een beetje rond een uur of maximaal 8 uur zeg maar naar bed te doen. Het beste rond 7 uur of zo. Maar goed, 4:15 was hij dus wakker. Dat betekent dat hij rond 5:45 weer een dutje doet. Maar dan slaapt hij waarschijnlijk weer een uur tot 6:45. Maar als je dan die wakkertijd rekent, zijn we weer bij 9:15 s'avonds. En dan is het weer te lang, want eerder dat hij dan slaapt is het bijna 9:30. Omdat 's avonds duurt het allemaal wat langer. Dus ik ben een beetje aan het denken van ja, wat ga ik doen? Hij heeft al best wel vaak, heeft hij zeg maar die eind van de dag slaap overgeslagen. Dus misschien, ja, ga ik hem echt vroeg naar bed doen en laat ik hem gewoon niet zijn eind van de dag slaapje doen. Hij heeft totaal vandaag al 4 uur geslapen op de dag en dat is natuurlijk hartstikke veel. Dus ja, dat is misschien niet per se nodig. Het is al de hele dag van het vieze, gore, regenachtige weer. Ik wilde dus heel graag gaan wandelen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik dacht, hé, ik ga even de deur uit. Want ik ben al de hele dag thuis achter mijn laptop. Dat is niet goed. En op het moment dat ik dan weg wil, omdat ik aan het wachten was dat het lef wakker was, begint het ineens te plensen. Want ik weet gewoon even niet zo goed wat ik bedoel. Ik ben echt boe. En ik heb niet echt mijn dag vandaag. We gaan dit maken. Sweet and spicy Tex-Mex ovenschotel. Ziet er super lekker uit. En weet je wat het is? Ik zou ook bijvoorbeeld alles kunnen maken. En dan zet ik het dus in de oven. En dan zet ik hem bijvoorbeeld pas aan op het moment dat Tigo er bijna is. Dat lijkt me een goed idee. Dat ga ik doen. Dan heb ik in ieder geval de voorbereidingen al gedaan. Weet je wat ik echt super grappig vind? Dit pakje wat hij aan heeft. Dat is maat 50-56. Zit echt super mooi trouwens. Die had ik letterlijk mee in de vluchttas voor het ziekenhuis. Nou, dat had hij dus never nooit gepast. Hij was zo klein toen hij was geboren. Nu zit het eigenlijk pas goed. Kijk, het is nog steeds super breed. Nou, toen hij net was geboren, verzoopt hij er letterlijk in. Vindt hij echt leuk als ik dit doe. Ik vind het dus echt net zo'n hondenspeeltje. Maar hij vindt hem echt super leuk. Maar ik vind het echt een hondenspeeltje door het geluidje. En ik ben ook benieuwd wanneer hij zich gaat omdraaien. Want hij is nu 5 maanden en een week volgens mij. Maar hij probeert af en toe, maar meestal ligt hij gewoon echt plat op zijn rug. Ik zie hem voorlopig echt nog niet omdraaien. Laat even weten hoe oud jullie kindjes waren toen ze gingen omdraaien. Lef vindt de camera heel interessant. Altijd als ik mezelf ga filmen, dan is hij ook aan het kijken. Ik kan echt niet wachten tot hij ouder wordt en gaat kletsen. En dat hij misschien ook wel wilt vloggen of zo met mijn camera. Ik zie het al voor me. Nu kan hij hem natuurlijk nog niet vasthouden, maar... Even kijken hoe dat eruit zou zien als Lef gaat vloggen. Ga je later zo staan. Hallo, welkom bij de vlog van mijn moeder. Hallo, ik ben Lef. En ik ga jullie lekker laten zien. Wat ga je laten zien dan? Dan ga je laten zien met welke speeltjes jij gaat spelen. Achoo. Ik hou van jou, droppie. Hij hoeft letterlijk niet vermaakt te worden. Ik zit er dan bij en ik geef hem speeltjes, maar... You don't care. Hij kan uren zo liggen en een beetje naar me kijken. En dan vindt hij het helemaal prima. Zolang hij mijn eten krijgt, is hij tevreden. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel veranderen. Gok ik. Ik denk dat als hij wat ouder wordt en gaat kruipen, lopen, dat het wel anders wordt. Mama gaat koken. En is moe. Ik ben fucking moe. Ik denk echt dat het komt door die antibiotica. Dat ik zo moe ben de laatste tijd. Ik denk dat het gewoon niet goed is als je 3 antibiotica kuren hebt geslikt in een maand. Nou, Tigo die is thuis. Alles goed? Vandaag kantoor gewerkt. Je bent alleen moe, hè? Ja, moe ja. Omdat ik een vroegetje had. Nou, ik zei tegen Kimberly, ze zegt vroeg. Wat? Dat is gewoon normaal. 7 uur je bed uit. Haar vriend, zeg maar, de vriend van Kimberly, moet heel vaak om, of eigenlijk bijna altijd, 4:30 zijn bed uit. Dat is vroeg. Maar kijk jongens, het eten is klaar. Het is dus een ovenschotel. Echt super lekker. Ik ben echt heel erg benieuwd. En dit gaat er dan nog overheen. En de zure room ook. Lef ligt in zijn bed. Hij is heel erg aan het jengelen. Ik weet niet of hij gaat slapen, maar we proberen het gewoon. En anders dan halen we hem er wel weer uit. Klopt. Mag ook binnenkort in Den Helder draaien. Heel leuke plek. Den Helder? Waar is dat nu weer? Wanneer? Dat is helemaal in een puntje van Noord-Holland. Gaan we naar een hotel? Wanneer is dat dan? Kort. Ja, wanneer? Ik heb nog geen datum. Oh. Kijk eens, jongens, dat ziet er toch lekker uit. Het lijkt net een kapsalon of zo. Of een nachos net over, maar er zit geen nachos in. Ziet er lekker uit, hè? Zeker. Yeah. Nou, dit is het geworden. Ik heb het niet zo mooi opgedekt, want ik had daar geen zin in. Kijk even naar het verschil. Ik heb Tigo even extra veel gegeven. Heel veel. Dit kan je wel met 3 personen eten, joh. Lekker. Ik hoop dat het lekker is. Iets langer omhoog, hoor. Een aardappel. Hé? Ja.
Ja, want ik had de oven niet voorverwarmd. Dat was ik vergeten. Dat lijkt me heel moeilijk. Hè? Dat lijkt me echt heel moeilijk. Is er niet wat meer saus? Nee, zure room. Dan pak je mayonaise. Dat kan je even pakken. Ik moet altijd alles pakken. Ik heb net uren in de keuken gezeten. Ja, maar jij zit dichterbij. Nou, Lef die zit er gezellig tevreden bij. Want die was echt aan het huilen in zijn bed. Die dacht, ik wil hier helemaal niet zijn. Want ja, hij heeft natuurlijk zoveel geslapen vanmiddag. Dan is hij gewoon niet moe. Dan is de ritme eigenlijk een beetje weg. Maar ja, ik vind niet echt dat hij er gewoon is. Maar soms wordt hij dan onrustig. Maar ja, dan gaat hij straks gewoon eten en naar bed. En dan slaapt hij gewoon tot de volgende dag. Maar hij zit zo cute. Het is echt een blonde jongen aan het worden. Oh, gaan we nou onrustig doen? Maar we gaan zo in ieder geval even lopen, want nu wordt hij sowieso onrustig, want dan wordt hij toch moe. Maar ja, dan lukt het hem ook weer niet om te slapen. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Wanneer had hij de fles gehad? Om 4 uur. Ja, dan wordt voor 6 naar bed. Ja, dat is bijna 2 uur erna. Dan gaat het niet meer. Dat is echt zo. Echt? Ja, dat gaat niet meer. Dan ben ik onderhand te wachten. Oké. Maar dan mag hij om 7 uur pas ja, eten. Ja, natuurlijk. Want is hij natuurlijk werd hij wakker en wilde hij eten. Dat moest hij ook. Ja, klopt. Hey Lef. Hoi. Een leuk schatje. Hey Lefie. Vrouwke, jongen. Hallo Lef. Jij bent zo knappie. Jij bent een knappie. Jij niet. Alleen Lef. Grapje. Hey Lefie. Hallo lekker vriendje. Mooie lampen, hè. Je bent heel schattig, Lef. Ja, jij bent heel cute. Hij houdt ook alles in de gaten, hè. Zie je dat? Hij kijkt zo goed met zijn ogen en zo. Kijk hoe goed hij dat doet. Oh, hij vindt dat heel mooi, hè. Hij ging er tegenaan likken. Kijk, doe eens tegen zijn bont dan. Dat is echt hilarisch. Je vingers zitten voor. Tycho, moet je kijken. Tycho, kijk. Nou heb je het er weg gedaan. Ja, een laag. Voor de mensen die denken, hè, maar een vies glas. Nee, die komt net uit de kast. Doe maar. Even in de vaatwasser. Ik ga stuk. Wauw. Dit is mooi. Heel mooi. Ja. Mooi Lef. Je zit erbij als een ventje. Wow, dat is knap. Kijk nou jongens, ik vind die Jasmin toch een partijtje schattig, maar hij is toch groot? Het is net zo'n jurk. Kijk ook hoe breed voor hem. Dit is dus gewoon maat 68. Voor zijn leeftijd is het eigenlijk gewoon normaal, maar voor hem is het echt super groot. Hij past gewoon zijn jasje 50 zelfs nog, maar deze hadden we nieuw van zacht en ik vind hem te leuk. Dus we doen hem gewoon lekker aan, hè? Wat ben je aan het doen? Oké, jongens, we hebben even lekker een stukje gelopen. En Lef die wordt nu op bed gebracht door Tycho. Die is echt super moe. Die viel al in slaap in de kinderwagen. Die heeft net zijn flesje op, gaat nu slapen. Maar ik wilde het even met jullie ergens over hebben. Ik heb het zojuist de prullenbak in gegooid. Ga ik het eruit halen voor jullie? Ja, maar dat vind ik echt goor. Oh my god. Zien jullie dit? Vitamine D van de kruidvat. Nou, Nico hoor. Pure rotzooi. Ik geef Lef dit echt al best wel een tijd. En er zit dus echt kapot veel suiker in. Kom ik nu achter. Tycho, die zei van, moet je dit eens proeven? Hij ging het proeven. Het is meer en meer zoet. Het is gewoon gif. Het kan echt niet. Dat je kind zeg maar al op zo'n jonge leeftijd dan blootstelt aan die rotzooi. Dus ik heb het gelijk de prullenbak in gegooid. En ik ga morgen gelijk andere vitamines kopen. Zonder suiker. Maar het hele ding is, ik had gewoon de goedkoopste gepakt destijds. Maar de goedkoopste bevat dus suiker, kom ik nu achter. En
dat kan eigenlijk echt niet. Dat je letterlijk zoveel meer geld betaalt voor een vitamine waar dus geen suiker in zit. Dat is toch erg? Nu worden zeg maar ouders gestimuleerd om dit te kopen, omdat het een stuk goedkoper is, terwijl er dus allemaal suiker in zit. Maar echt veel suiker. Het is gewoon één hap suiker wat je neemt. Kan toch niet? Ja, ik vind dat echt, ik vind het gewoon sneu dat ik dat Lef heel lang heb gegeven. Ik voel me daar ook wel weer schuldig over. Nou ja, ik heb het gelijk weggegooid en koop dus een suikervrije vitamine D variant. Maar goed, ik dacht ik waarschuw jullie even, want ik zou het dus niet aanraden. Je moet trouwens doen wat je zelf wilt. Maar ik vind het gewoon geen fijn idee dat ik hem al suiker geef op zo'n jonge leeftijd. Dat is gewoon overbodig. Dus vandaar, vind ik echt sneu nogmaals. Ik vind dat dat echt niet kan. Maar ik ben eventjes de wasbak aan het schoonvegen. Ik heb net heel de keuken opgeruimd. Het was een chaos. En dan ga ik zo douchen. Slep op bed ligt. Kijk, de wasbak is weer shiny shiny. En trouwens, ik vroeg me dus af hè. Ik kwam er dus ineens achter dat mijn kraan soort aan het loslaten is. Ik weet niet of jullie dit zien, maar het plakt ontzettend. Geen idee of jullie het kunnen zien. En je ziet het volgens mij wel. Kijk, hij laat los. Hoe kan dat in godsnaam? En ja, ik krijg dat ook niet meer erop natuurlijk, want het is er al af. Echt. Jongens, dit is alweer het einde van de vlog. Ik begrijp er geen woord van. Maar schijnbaar heb ik vorige week alleen maar op maandag en dinsdag gevlogd. Ik begrijp er helemaal geen zak van. Want ik zie nu dat ik helemaal geen beelden heb van de andere dagen. Want ik heb sowieso de tweede deel van de week had ik sowieso niet gevlogd. Omdat ik me niet zo goed voelde. Maar daarover meer volgende week. Maar dus ik wilde een extra video gaan opnemen in plaats van dus die vlog. Maar meestal vlog ik dus sowieso altijd maandag, dinsdag, woensdag. En dan dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar nu zie ik dus dat de vlog alleen maar maandag en dinsdag is. Heel raar dit. In ieder geval doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En sorry dus dat er geen woensdag is. Maar ik hoop niet dat jullie het erg vinden. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!